Welcome back to Live from the Park for the musical High School Musical! Weet je wat mijn voornemen is? Vertel eens!
wetenschappen. Meer info over die stuff bij Taylor McKinsey. Ik was Jackie Skans. Heel, heel, heel graag tot heel snel. Dag! Dag! Tot de volgende! Dag! Ze zijn weer de audities aan te kondigen, vergeten aan te kondigen voor de nieuwe wintermusical Julia en Romeo. Geschreven door onze eigen Kelsey Nielsen. Een heerlijke neo-feministische beweging van Shakespeare klassiek tragedie over de twee noodlottige geliefden. Met een splinternieuw happy end. Meneer Kent! Dit is de leerplek! Geen voetbalveld! En zoals elk jaar zijn er meest te weinig mannelijke deelnemers, dus schrijf je in. We hebben hier plezier, bekendheid en niks van Gotta go back home.
opleiding opnoemt, nu jullie uit de baan. Troy had zich meestal niet beter voor nieuwe studenten. Waarom niet? Voor hem telt alleen basketbal. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Vraag hier. Ja, Gabriella. Sorry, ik dacht alleen dat het misschien 10 tot een negatieve 8 in de markt zou moeten zijn. Wel, dat is vooruit. Ik ben onder de indruk. Welkom aanboden. Wow, jij bent een genie. Kom, zeg, snel van de onze agent belt voor een filmrol of zo. Dus, Gabriella, ons wetenschappelijk teamcomitee heeft op vrijdag een grote gewenselijke wedstrijd. We hebben nog nooit gewonnen, maar met jouw ploeg maken we zeker een kans. Dank je, maar ik wil gewoon bijna in de zorg. Nou, beloof je dat je er zo over nadenken? Beloof. Hebben jullie iemand test wel al gegoogeld? Zoals ik jullie vroeg? Ja, het lijkt wel alsof ze een extra paar hersens hebben. Ik wil dat jullie vriend zo snel mogelijk in Taylor's kastje schrijven. Zo kunnen we zeker van zijn dat Gabriella aan Troy-activiteiten deelneemt die haar ver weg houden van Troy Bolton.
dat je een ziekte en een ding. Veel beter dan vorig jaar. Nu niet meer technoos zijn. Volgende! Ik liep je gewoon weg. Je keek niet opzij. Maar je was dichterbij dan ik ben. Prachtig, Susie. Heel bijzonder. Volgende! Niemand komt als jij.
glad, een gepolijst, maar misschien kan je wat werken aan een beetje. Hoe zeg je dat? Wat warm. Oké, schatjes, ik denk dat het erop zit voor vandaag. Zijn er nog op de laatste minuut inschrijvingen voor Julia, Romeo, iemand? Wel, de volgende ronde audities wordt uitgehangen op mededelingen wordt. Sorry, het nieuwe film. Maar ik wilde maar zeggen dat als je de rol zou spelen, je misschien... Als wij de rol spelen. Yes, schatje. Ik heb al in 17 schoolproducties meegedaan. En hoeveelste keer is dit voor jou? Dit is de eerste. En wat leren we daaruit? Dat jij de machtige feit bent. We leren daaruit dat jij met geen regie, commentaar of suggesties te geven hebt. Is dat duidelijk? Ja, baas. Ik bedoel, Sharpie. Bedankt voor het aangenaam gesprekje. Met een bril trouwens. Weet wat er klikt bij je groep. En regel 5, behoud
dan niet zo was, de waardjes kunnen volgen. Maar niemand kan je beletten doen wat je wilt, juist? Juist. Weet je nog hoe je in de eerste klas was? Je ontmoette een ander kind en 10 minuten later was je er al best in. Ja, en dat maakt helemaal niet uit of je nu doelpunt scoort met het basketbalteam of regenzongen opmaakt. Zou je echt nog een tweede ronde doen? Noem me gewoon tweede ronde, jongen. Dank je dat je me die plek hebt laten zien. Sterk mooi. Ik weet het. Ik zeg dat niet dat snel bij de neus van een handpop in mijn poppen geven. Heb je niet liever geen probleem? Ze ziet me helemaal zitten. Doe het voor hen dan.
geef hem de titel van waar hij gedroomd heeft. Hartepijn, Bolton. Nog zo'n verloren zaak. In ieder geval de sportkrubel. Maar jij bent de toekomst van de beschaving. Wat ga je doen? Ik heb nog niet mee. Winnen of verliezen? Nu moet je kiezen. Ik zit daar 110% in voor dit team. Als jullie dat niet weten, dan kennen jullie mij nog niet. Ik dacht dat jullie mijn vrienden waren. Samen winnen of verliezen. Ik kom op voor mijn team, dat weet je toch? En wat dan is wat ik belangrijk vind? Wat willen jullie van mij? Wat willen jullie horen? Oké. Zingen betekent niks voor mij. Kabiana betekent niets voor mij. Ik vergeet die Alessie, ik vergeet haar en we winnen het kampioenschap. Nu! Troy Bolton. Weet je wat, ik wil ook niet meer meedoen aan die tweede ronde. Wat van zelfs als wijs mij? Ik moet die kampioenschappen, jij bent die kampioenschap, daar horen we thuis. Go Wildcats. Maar ik wil niet dat ik ook niet. Ik voel me echt slecht. Ja, ik hoor. Niet liggen.
zuster moet jullie iets vertellen. Oké, hebben jullie allemaal een beetje zin in? Ja! We hebben een nieuwsflash. De tweede ronde van de audities voor Juliet en Romeo is vrijdag deze vrijdag om 3:00 stipt. Dat wil zeggen dat het op net hetzelfde tijdstip is als de 10 kampioenschappen en de basketbalfinale. Maar... Oh. Sorry, Troy. Dit was Jackie Scott. Op mijn hand. Nee! Dat kunnen we niet doen, dat zou niet eeuwig! Maar hoe kunnen jullie tegelijk in het teamkamp zitten? En het kampioenschap winnen? En auditie doen voor mijn musical? Dat kunnen we niet. Ik liep je voorbij, ik ging niet opzij. Maar jij was niet zo bij dan ik bij. Veel succes met de grote match, Troy. Sorry voor de tweede ronde, Gabrielle. Jongens, ik zal er zijn voor het team. Ja, ik ook, wat? Kom, Gabriel. Winnen of verliezen? Daar in het team. We moeten iets verzinnen, hè? Dat we twee hetzelfde kunnen doen tegelijkertijd. Dat moet zo precies gebeuren als in een fractie van een seconde. Zeg maar ja, Jackie Scott kan ons helpen. Ze zit achter de micro tijdens de match. Het is onmogelijk. Nee, laat mij maar doen. Ik kan zo wat alles met de computer. Go Wildcats! Hallo mensen, ik weet niet of jullie het beseffen, maar we bevinden ons op het belangrijkste moment van het jaar. We vinden nu 3 evenementen plaats en ik heb echt jullie supporters nodig. Ik weet dat jullie kunnen klappen. Ik weet dat jullie kunnen juichen. Maar kunnen jullie ook een wave? Kunnen jullie dat? We zullen eens proberen. Hè? Als ik van hier en daar kom, dan moeten jullie allemaal meedoen. 3, 2, 1. Go! Oké, eerst en vooral, het gaat bijna beginnen. De wetenschapfinale in het wetenschaplokaal. Dan de audities voor Julia en Romeo in de theaterzaal. En last but not least, de basketbalfinale van onze Wildcats in de gymzaal. Wildcats zijn top! Do the bop bop bop, nine.
Nog 2 minuten. Ik ga ze zoeken. Het spijt me, Kelsey, maar het is te laat. De rolverdeling wordt deze namiddag niet uitgaan. Hup, zus, we zijn er. Ja, ik heb jullie naam al afgeroepen. 2 keer zelfs. Waar waren jullie? Geef ons een kaartje, alsjeblieft. Een kans, Troy Bolton, om wat te doen. Om iets te verprutsen wat voor ons en je klasgenoten zo belangrijk is. Maar dat wil ik helemaal niet. Wat krijgen we nu? Een volle zaal? Misschien kunnen we de regels een beetje versoepelen. Als voorzitter van de toneelvereniging eis ik dat hier de lijn wordt getrokken. Geen raad zo brengen voor niemand. Dat zijn uw woorden. Missus, te wat daar is het? Trang wou die al iets helemaal te sorteren. Zwijg, nee. Chalmé was gewoon blij dat ze de rol zou kunnen spelen. Ja. Is dat waar, Chalmé? Heb jij je voorzitterschap gebruikt om tegen ons te liegen? Ik heb niets genomen. Ik heb geïmproviseerd. Hier praat een ladere woord. En nu van mijn podium. Mag ik? Troy en Gabriella, jullie mogen beginnen aan de tweede ronde. Maar we hebben een pianist. Doen we het wel zonder muziek. De pianist is hier, Mrs. Zabber, dus het is. Dat zou ik niet doen als ik jou was. Dat doe ik zeker wel. Klaar te zijn? Dat noem ik een show. Dank je, Joy. Het is veel makkelijker om gewoon met een tweetje te doen. Gewoon dat we alleen zijn. Ik ben niet blij. Alles goed. Thank you.
Vind ik je muziek wel heel mooi. Ik vind je stem de max. Echt? Vind jij mijn stem de max? Kom op, vertel het haar. Gabriela! Officiant. En? Het spijt me dat ik je ogen heb tegen die Starbucks. En vertel het jou net. Ja, zeker. In elk geval, break a leg. Ja, breek een been. In het theater wil het succes zeggen.
Yeah.